De winnaar van Clash of the Titans 2014 is... Lovette! Geef hem voor Lovette! Ja, dit is gewoon vooruitgang. We hebben nog nooit eerder aan een bandwedstrijd meegedaan. En dit betekent echt heel veel, want we hebben gewonnen. Gelukkig. En dat betekent dat we, hoop ik, meerdere optredens krijgen en dat mensen ons leren kennen. Dat we gezien worden. Het was vooropgesteld heel lastig om de uiteindelijke winnaar te kiezen. We zaten echt tussen twee bands te twijfelen. En dat was uiteindelijk de afweging tussen het moment nu waar een band is en waar een band eventueel nog over een jaar of over twee jaar of wat dan ook nog zou kunnen komen. Uiteindelijk heeft toch de doorslag gegeven dat je ook gewoon op de vorm en het niveau van de avond zelf moet uitgaan. En daar vonden we de Lovette uiteindelijk toch de meest overtuigende band. De enthousiasme op het podium, het was streetwise, gewoon die vrouwen als blikvangers, het waren aanstekelijke liedjes. Ja, ik ga wel zo meteen even afspreken denk ik met iedereen. Sowieso gaan we aankomende week iets doen als band. We weten nog niet wat en zo meteen even gewoon misschien doorknallen vanavond. Dankjewel en nog een hele fijne avond.